Welkom bij weer een rondje Parklaan. Vandaag niet met Esther, maar met mij, Pepijn. In de vorige video gingen we op pad met aannemer van Gelder en zagen we alle werkzaamheden van dichtbij. Vandaag praat ik met de omgevingsmanager Ilke. Zij vertelt hoe het project er nu voor staat. En ik heb een gesprek met Patrick van het bedrijf Combi Sion. En die weten alles van kabels en leidingen. We zijn benieuwd hoe het daarmee gaat. Patrick, jij werkt aan kabels en leidingen. Wat gebeurt daar allemaal mee hier bij de Parklaan? Nou, zoals je kunt zien zijn de mensen hier achter ons die zijn bezig met aanleggen van kabels en leidingen. Als je hier bij de Parklaan kijkt, dan moet ik een inschatting maken. We maken hier ruim voor 4 kilometer aan sleufelten opengetrokken. Daar komen kabels en leidingen in, zowel hoge druk, lage druk, middenspanning, maar ook gas, water en elektra. In totaal een kleine 12 kilometer aan kabels en leidingen worden hier zeg maar aangelegd en ook met name verlegd. Het lijkt mij een heel gepuzzel, al die kabels en leidingen onder de grond. Hoe doen jullie dat en hoe zorg je ervoor dat je elkaar niet in de weg loopt? Nou, voor dit project zijn we in 2020 al begonnen met de eerste gesprekken met de gemeente. Vrij snel daarop zijn we ook gestart met wekelijkse projectteam overleggen. Dat doen we samen met de aannemer die ook hier de weg aanlegt. En inderdaad, het is soms ook wel eens een puzzel. Maar we proberen alle belangen daarin zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen. Om te zorgen dat het werken zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Als straks het werk klaar is en alle kabels en leidingen zijn aangesloten, wat merken de mensen er dan eigenlijk van? Nou, de mensen zelf die zullen merken dat de stoep en de straat weer dicht is. Voor ons is het natuurlijk, ons werk is dan klaar. Maar wij proberen dat natuurlijk te doen met een goede continue energievoorziening. Ook tijdens de werkzaamheden. Ja, en zoals ik was verwacht dat er altijd in de schappen van de supermarkt altijd voedsel ligt. Verwachten de mensen eigenlijk altijd wel dat er stroom en spanning is. Maar eigenlijk is dat niet zo normaal dat we dat hebben. Maar ik ben er persoonlijk wel trots op dat we dat kunnen leveren. En ja, ons werk zie je heel veel niet. Nu zie je heel veel. Maar straks ligt het allemaal onder de grond. Maar ik denk wel dat we trots mogen zijn op wat we hier voor de maatschappij doen. Er staat hier een trotse medewerker van Combi Sion voor me. Dank je wel. Ik sta hier op het kruispunt Diedeweg-Zandlaan. En ik sta hier samen met Ilke. Jij bent omgevingsmanager van het project Parklaan. En ik ben heel benieuwd, hoe gaat het met de Parklaan? Ja, het gaat goed met de Parklaan. Er wordt volop gewerkt op en aan de Parklaan. Om eventjes te beginnen op Noord. Daar zijn we bezig met de rotonde bij de N224. Daar is nu een halve baanafzetting, zo noemen we dat. We hebben geasfalteerd op Parklaan Noord. En als we kijken naar het middengedeelte, waar we eigenlijk een beetje nu staan, zijn we volop bezig met kabels en leidingen. Maar ook de NK-laan is er sinds deze week uit. Gaan we iets verderop, dan zien we dat we de werkzaamheden aan de fietstunnel hebben. Die zijn volop aan de gang. En dat laatste stukje zuid, daar zijn we volop bezig met de bovenbuurtweg. Daar zullen bewoners ongetwijfeld reacties op geven op al die omleidingen en die veranderingen aan de wegen. Wat voor reacties krijgen jullie en wat doen jullie daarmee? Ja, een goede vraag en dat klopt helemaal. We krijgen ontzettend veel reacties van vragen, aandachtspunten, zorgen, irritaties. Nou, dat kunnen we ons ook heel goed voorstellen dat er is. Met de suggesties en met de tips en met de zorgpunten gaan we ook naar kijken. Hè. Maar wat je ook ziet, en daarin zijn we echt lerend, dat soms bij ons intern bij de gemeente lang duurt. En dat betekent dat we eigenlijk vanaf 16 januari diverse aanpassingen hebben gedaan aan dit kruispunt, omdat deze wordt ervaren als heel gevaarlijk. Maar eigenlijk pas sinds deze week, en dan zijn we dus in april, hebben we de laatste optimalisaties pas doorgevoerd. Het weer zat ook niet altijd mee, maar intern en bij de gemeente en in de samenwerking kan dit sneller en kan dit beter. Wat doen jullie eigenlijk om het de inwoners wat makkelijker te maken in deze soms wat zware periode? Ja, een terechte vraag en ook wel lastig om te beantwoorden, omdat we vinden dat we de reistijd van A naar B veel groter maken. Maar we vinden wij ook
goede dingen. We proberen werkzaamheden te combineren. De werkzaamheden waar het kan te plannen in vakantieperiodes. Sommige suggesties kunnen we heel snel doorvoeren. Bijvoorbeeld aan de Aculaan hebben we de verkeerslichten afgesteld. Eigenlijk binnen een dag voor meer groentijd. Dat was een suggestie die werd gedaan. Maar ook bij de Van Balverenstraat hebben we dat toen de tijd in januari ook met een dag geregeld. Dus daar word ik dan wel heel erg blij van. Dat we die snelheid dus wel hebben. Maar soms laten we dat wat minder goed zien. Dankjewel, Ilke. Zo te horen is er al heel hard gewerkt aan de Parklaan. En dat gaat de komende maanden nog even door. Wij houden dat in de gaten.